weet wel ergens een soort van onzeker is. Wel aan het aftellen richting Tokio? Ja, het zit wel in je hoofd, maar aan het aftellen ben ik nog niet echt. Ik ben meer bezig met mezelf fit te houden, als ik eerlijk ben. Het zit altijd wel in mijn hoofd voor een toernooi. Wat voor herinnering heb jij aan de Spelen? Keek je dat als klein meisje, ging je altijd de Olympische Spelen kijken? Of is het iets wat je nooit heeft kunnen boeien? Nou, jawel, ik heb wel eens wat gekeken, maar ja, als ik heel eerlijk ben, vrij weinig. Ik zou ook niet weten wat ik dan wel aan het doen was, maar ik zou heel druk moeten zijn geweest, wil ik dat niet hebben gezien, want bij mij staat altijd sport aan, bij mij thuis ook. Dus ja, ik ben er eigenlijk wel mee opgegroeid, maar op een of andere manier vrij weinig van meegekregen. Welke stappen moeten jullie nog gaan zetten de komende maanden? Het kan allemaal net iets gezamenlijk, allemaal de puntjes op de i weer zetten en dan denk ik dat we al heel ver komen. Waar moet jij vooral aan werken als je heel kritisch bent? Ik heb toevallig een paar beelden teruggezien waar ik een baanmomentje op heb. En ja, dat is zonde, want ik denk dat ik de eerste ben die voor een teamgenootje reageert eigenlijk. Die meteen de bal eraf pakt. En zowel als ik dan mijn eigen bal verlies, als ik zelf aan het dribbelen ben of wat dan ook, dan kan ik eventjes balen. En dan snap ik eigenlijk niet waarom ik dan niet meteen kan omschakelen. Ik heb wat oude interviews met jou teruggelezen, ook tijdens het WK. En toen was je ook best wel eerlijk en kwetsbaar dat je misschien wel soms wat meer aandacht nodig hebt of wat meer positiviteit kan gebruiken. Ja. Is dat nog steeds zo? Is dat, Ja, daar ben ik al jaren en zo zal ik denk ik ook altijd zijn. Ik ga heel erg goed op vertrouwen en gewoon een schouderklopje af en toe. En dat kan echt van iedereen zijn. En ik heb hartstikke fijne teamgenoten die me heel veel veer in mijn reet steken af en toe. En dat is hartstikke fijn dat ze dat doen natuurlijk. Ja, maar ik heb het wel nodig. Dat hou ik niet zeggen, want je ziet altijd best stoer uit en vol vertrouwen. Is dat dan iets wat je lastig vindt ook? Nou ja, ik denk dat elke atleet wel ergens een soort van onzeker is. En ik sta inmiddels wel met 10 personen om me heen die eigenlijk hetzelfde doel hebben. En als jij dan even een momentje voor hun allemaal verpest, om het zo maar te zeggen, dan denk ik wel van, ik laat iedereen even zitten. Of zo. En dan niet zo meteen, dat gaat niet meteen zo in mijn hersenen om, maar toch ja, wil ik gewoon meer perfect zijn. En, ja. Heb je het idee dat er genoeg waardering is voor jou als speelster? Want het gaat natuurlijk vaak over anderen. We krijgen genoeg media-aandacht en ik denk dat ik sla het liefst alle media af, dus ja, dat doe ik ook mezelf aan dan. Maar ik vind de waardering vanuit mijn ouders, mijn familie en gewoon de mensen die hier om me heen zijn, ja, dat vind ik het meest belangrijk. Ja, wat de media dan zegt, ja, is mooi meegenomen soms, is ook hartstikke hard soms, maar ja, daar zoek ik het niet in, de waardering. Nee. Ook niet stiekem af en toe dat je de kranten leest en denkt van hé, waarom gaat het weer over Martens? Nee, nooit? Ah, nee, zeker niet. Nee, ik, ja, heel eerlijk gezegd, dat lees ik eigenlijk nooit. Als ik iets meekrijg, dan is het per ongeluk op social media soms. Nee, ik probeer zulke dingen allemaal niet mee te krijgen. Ik denk dat het ook een beetje dingen kan verpesten soms voor jezelf. Ja, dat wil ik eigenlijk gewoon niet. Nee. Toch nog eventjes tot slot nog naar de Olympische Spelen. Wanneer is jouw zomer geslaagd? Met een medaille. En welke kleur maakt dan niet uit? Of? Ik ben met een medaille hartstikke trots op het team. Dat is wel politiek correct. Ga je van goud? We hebben mediatraining altijd. Ja, ik hoor het. Nee, ja, we gaan voor een medaille, dus... Ja, natuurlijk wil je goud winnen, maar we gaan voor een medaille.